Elle de Korte, we zijn hier vandaag in Brugge. Jullie ontvingen met Club YLA Sporting de Charleroi. Was het vandaag een moeilijke wedstrijd? Ja, ik denk dat het wel een moeilijke wedstrijd was, omdat ze zetten eigenlijk gewoon een laag blok. En het was dan moeilijk voor door te geraken, alleen voor die muur te doorbreken. Dus ja, ik kan wel zeker zeggen dat het geen makkelijke wedstrijd was. Ja, maar uiteindelijk jullie winnen met 2-0, dat is een mooi resultaat toch? Ja, het is zeker een mooi resultaat, want we winnen en dat was echt wel nodig. Mm-hmm. Maar natuurlijk hadden we wel liever wat meer doelpunten gezien. Maar ja, kijk, we zijn gewoon, dus dat is wel het belangrijkste. Ja, maar zij zetten ondertussen wel een goed blok. Ze zijn agressiever dan voordien, denk ik, hè? Ja, dat is echt wel een ploeg dat ook is gegroeid. Dus dat is zeker waar. Allee, dat ze echt wel een goed blok zetten. Dus ja, chapeau aan Charleroi. Dat ze die groei hebben gemaakt na nieuwjaar. Ja. Oké, jullie gaan volgende week dan naar Anderlecht. Jullie hebben het hier Anderlecht heel moeilijk gemaakt. Wat hopen jullie daar te doen? Goh, ik denk dat we altijd wel willen stunten. Zeker tegen zo'n ploeg. Maar ja, we gaan gewoon het beste van onszelf geven. En zien wat het eindresultaat zal zijn. Ja. En dan voor jezelf, dit zijn de laatste weken, de laatste maanden voor jou hier bij Club Brugge. Volgend jaar ga je in Zwevenzeelen gaan voetballen. Dat wordt iets makkelijker met je werk ook, heb ik verstaan? Ja, enerzijds werk en anderzijds gewoon de toekomst gaan we aan uitbouwen. En ook, het is nog altijd een zalig niveau, eerste nationaal. Ja. Ik hoop daar alleszins ook te schitteren. En ik ga wel Club Brugge missen na 8 jaar. Dus. Ja. Maar Zwevenzeelen is wel een leuke ploeg om naartoe te gaan, denk ik. Ja, zeker. Ik heb al met heel wat speelsters samengespeeld vroeger. Dus dat is zeker een goede keuze geworden. Dat ik gemaakt heb. Ja. En nu nog mooi afsluiten met Club Brugge? Ja, zeker. Allee, ik ga ze echt één voor één allemaal missen. Dus ik hoop dat het ook wel een leuk afscheid kan zijn. Maar ik ben daar zeker van. Oké, ik dank je. Veel succes voor het vervolg en proficiat met de winst vandaag ook. Hè. Ja, dank u wel.